Bibelse hoofd, halskanker. Dat betekent, je hebt het in je hals, deels en in het hoofd. En daarnaast heb ik dus longkanker gehad. Longkanker komt het vaakst voor in Flevoland. Net als borst, prostaat, darm en huidkanker. Bij Willem werd niet alleen longkanker geconstateerd. In 2006 werd ook bij toeval het vrij uitzonderlijke hoofd-halskanker ontdekt. Mijn tandarts die zag wat onregelmatig in mijn geheimhoppen. En die verwees me meteen naar het VU in Amsterdam. En toen zijn ze verder gaan onderzoeken. En toen bleek dat mijn tong was uitgezaaid vanuit mijn onderkaak. En mijn onderkaak moest worden verwijderd. En dat kon. En toen hebben ze een stuk van mijn bot uit mijn been, onderbeen, geplaatst in mijn onderkaak. Maar helaas moest mijn tong geheel verwijderd worden. Nu ga ik redelijk goed praten. Maar zolang het op de dag is, wordt het steeds moeilijker vanwege de speeksel wat je aanmaakt. Eten is lastig. Al het voedsel moet in de blender en verdund worden met water. Maar verder gaat het goed met Willem. En hij heeft een tip voor iedereen die iets vreemds voelt in zijn lichaam. Wees alert en kom in actie. Dat is een noodzaak. Want heel snel erbij is veel beter behandelbaar.